Merhaba arkadaşlar. 2020 online taal kursus Nederlands Hollandaca dil kursumuza hoş geldiniz. Hollandaca atasözleri ve deyimleri öğreniyoruz. Hoş geldiniz. 13. bölümdeyiz. M harfiyle başlayan atasözlerini ve deyimlerini öğreniyoruz. We leren spreekwoorden en gezegdes. Beginnen met letter M. Saygıdeğer kursiyerlerimiz. İnanmak ve güvenmek başarmanın yarısıdır. Yeni bir dil öğrenmek çok sabır, emek, azim, dikkat ve disiplin ister. Bu dersimizde Hollandaca ve Türkçe atasözlerini ve deyimlerini öğrenmeye devam ediyoruz. Cümleleri bilinçli olarak hem Hollandaca hem de Türkçe olarak iki defa tekrarlıyorum. Çünkü her iki dilin de doğru telaffuzunu öğrenerek ifadeleri tekrar etmenizi istiyorum. Başarılar, saygılarımla, Mehmet Uz. Beste cursisten, we geloven en vertrouwen hebben is de helft van het succes. Het leren van een nieuwe taal vereist veel geduld, inspanning, doorzettingsvermogen, aandacht en discipline. In deze les leren we Nederlandse en Turkse spreekwoorden en gezegdes. Ik herhaal de zinnen bewust twee keer, zoveel in het Nederlands als in het Turks. Want ik wil graag dat jullie de juiste uitspraak van beide talen kunnen leren en oefenen. Ik wens jullie veel succes. Met vriendelijke groet, Mehmetus. Lesdoelen. Dersimizin amacı. Belirtilen atasözlerini ve deyimleri en az iki defa yüksek sesle ve anlaşılır bir şekilde söylemenizdir. Herhaal deze spreekwoorden en uitdrukkingen minimaal twee keer hardop en duidelijk. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Wie het eerst komt, het eerst maalt. İlk gelen çorba içer. Mart roert zijn staart. Mart roert zijn staart. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. De maat is vol. De maat is vol. Sabrım taştı. Sabrım taştı. Ik neem geen halve maatregelen. Ik neem geen halve maatregelen. İşimi sağlam tutuyorum. Önlemlerim tam yerinde. Dat kun je niet maken. Olmaz, öyle yapılmaz ki. Dat kun je niet maken. Je hebt hier niets te maken. Je hebt hier niets te zoeken. Bu iş seni kesinlikle ilgilendirmiyor. Je hebt mij in de maling genomen. Je hebt mij in de maling genomen. Benimle dalga geçtin. Beni dalgaya aldın. Uiteindelijk valt hij door de mand. Uiteindelijk valt hij door de mand. En sonunda maskesi düştü. En sonunda her şeyi itiraf etti. Dat is geen manier van doen. Dat is geen manier van doen. Bu yakışmayan, kaba bir davranış. Öyle olmaz ki. Niets te maren. Niets te maren. Aması maması yok. İtiraz istemem. You have veel in your mars. Çok yeteneklisin. You have veel in your mars. Hij meet met twee maten. Hij meet met twee maten. Çifte standart uyguluyor, adamına göre davranıyor. You have well mazel. You have well mazel. Çok şanslısın. Zonder meer. Zonder meer. Kesinlikle şüphesiz, tereddütsüz. Het wordt meenes. Het wordt meenes. İş şimdi ciddileşiyor. Een mens is nooit te oud om te leren. Een mens is nooit te oud om te leren. Öğrenmenin yaşı yoktur. Een mens. Zij moet onder het mes. Zij moet onder het mes. Ameliyat olmak zorunda, bıçak altına yatmak zorunda. Op zijn minst zou je mij bellen. Op zijn minst zou je mij bellen.
En azından beni arayacaktın, telefon edecektin. Je mag de moed niet opgeven. Je mag de moed niet opgeven. Ümidini yitirmemelisin. Bedankt voor je moeite. Bedankt voor je moeite. Çabalarınız için teşekkürler. Esma heeft moeite met Duits. Esma heeft moeite met Duits. Esma Almanca öğrenirken zorlanıyor. Zij stond met open mond te kijken. Zij stond met open mond te kijken. Ağzı açık kaldı, çok şaşırdı. Je neemt de woorden uit mijn mond. Je neemt de woorden uit mijn mond. Lafı ağzımdan aldın. Hou je mond. Kapat çeneni. Hou op. Sus. Wie mooi wil, moet pijn lijden. Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Güzel şeyler, zahmet ister, emek ister. De morgen weet niet wat de avond brengt. De morgen weet niet wat de avond brengt. Sabah ola, hayrola. Mosterd na de maaltijd. Mosterd na de maaltijd. Bu saatten sonra hayrını gör. Dat kan ik niet zomaar uit mijn mouw schudden. Öylesine yapabileceğim bir şey değil ki. Dat kan ik niet zomaar uit mijn mouw schudden. Hij maakt van een mug een olifant. Hij maakt van een mug een olifant. Pireyi deve yapıyor. De muren hebben oren. Yerin kulağı vardır. Cem staat met de rug tegen de muur. Cem staat met de rug tegen de muur. Cem köşeye sıkıştı, kıpırdayamıyor. İmant blij maken met een dode mus. İmant blij maken met een dode mus. Birini boşa sevindirmek. We moeten de handen uit de mouwen steken. We moeten de handen uit de mouwen steken. Kolları sıvamalıyız, işe ciddi ciddi sarılmalıyız. Dat schud je makkelijk uit je mouw. Dat schud je makkelijk uit je mouw. Bunu kolayca yapıyorsun, mouw. Morgen is weer een dag. Morgen is weer een dag. Yarın yepyeni bir gün. Spreekwoorden en gezegden. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Dersimize katıldığınız için teşekkürler. Sorularınızı ve görüşlerinizi YouTube ve Facebook sayfamızda paylaşınız. İnanmak başarmanın yarısıdır. Başarılar diliyorum.